Dag dames en heren. Vandaag zijn we de dag rustig begonnen. Met weinig wind, weinig bewolking. Tijdens de vroege ochtenduren was er nog wat nevel, wat mist aanwezig. Dat verdween allemaal snel, zodra die zon wat hoger kwam te staan. En vanaf grote hoogte zien we ook dat de meest actieve wolkenplukken inmiddels op afstand liggen. Hier ligt Nederland. Bewolking langs de Noorse kust schuift via de Duitse bocht over Denemarken hebben wij voorlopig geen last van. Het enige aan bewolking vandaag is voornamelijk stapelbewolking in het binnenland. En ja, goed, misschien dat er af en toe eens een toefje sluibewolking over het land schuift. En dat betekent vandaag veel zonneschijn, droog weer... en temperaturen die in het uiterste noorden van het land... zo tussen de 16 en de 18 graden weten uit te komen. Terwijl het land inwaarts 20 tot plaatselijk 22 graden kan worden. En omdat er weinig wind staat, zal het zelfs nog wat warmer aanvoelen vanavond. Maar goed, dan vanavond merken we toch wel dat het vrij snel begint af te koelen. Het is wel vriendelijk weer met flinke zonnige perioden en nog altijd heel weinig wind. Komende nacht daalt de temperatuur in het binnenland dan toch wel weer onder de 10 graden. Sterk nog, op een beschut plekje kunnen we misschien nog wel eventjes kortstondig om een graad of 5 uitkomen. Morgenochtend loopt de temperatuur weer heel snel op. Het belooft een prima vrijdag te worden met flinke zonnige periode. Sluierwolken, met name in het zuiden van het land. In het noorden en midden van het land komen juist landinwaarts met name dan een aantal stapelwolken tot ontwikkeling. De temperatuur komt hoger uit. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 25 graden. De waddeneilanden eilanden blijven waarschijnlijk iets achter. Want in de loop van de dag gaat de Noordoostenwind aantrekken. Boven land wordt dat een matige windkracht 3 tot 4. En in met name het noordwestelijke kustgebied, maar misschien ook wel de kop van Noord-Holland en plaatselijk in Friesland, komt in de middag een windkracht 5 te staan uit die noordoosthoek. Als we dan verder vooruitkijken naar het lange wekenende wat eraan komt, dan zien we dat de temperaturen voorlopig aangenaam zijn. Zaterdag, in het noorden misschien wel wat lager, maar in het zuiden toch wel zo'n 22 tot 24 graden. Pas heel laat kan in het uiterste zuiden van Limburg een lokale regen of onweersbui vallen. Verreweg de meeste plaatsen is het zaterdag gewoon droog. Zondag is een ander verhaal. Dan trekt gedurende de dag een gebied met bewolking en buien, soms met onweer het land over. Voorafgaande kan het in de noordoostelijke helft van het land toch nog wel aardig opwarmen. Zodat daar het risico op wat zwaardere buien groter is. En plaatselijk valt er toch even een flinke plens regenwater. En als we dan vooruit kijken, dan zien we in de pluim dat de temperaturen voorlopig zo tussen de 20 en de 25 graden liggen. Het is niet alleen droog en zonnig. Nee, er zijn ook af en toe wolkenpartijen. En we zien het. Zondag, met name, is het risico op buien groot. De dagen daarna zien we dat die neerslagkans toch weer voorzichtig wat gaat afnemen. Fijne dag verder.